ook de extreemste escape room van Nederland. En dat doe ik niet alleen, maar ik speel tegen 4 andere waaghalzen. Elke kamer kunnen de spelers afvallen en hoe verder je komt, hoe meer geld je verdient. Spelers, welkom in de eerste kamer. In deze kamer liggen 5 sleutels. Als je na 1 minuut geen sleutel hebt gevonden, moet je meteen naar huis. Succes. Even succes, boys. Ik durf gewoon niet te bewegen. Waarom doe ik dit? Nou, 2 van mijn favoriete tv-programma's ever zijn The Big Escape en Fear Factor. En in mijn hoofd leek het me super vermakelijk als je deze 2 programma's combineert. Ja, je hoort het goed, ik heb deze escape room zelf bedacht. Maar de codes en plekken voor de sleutels worden bepaald door mijn productieteam, zodat het voor mij net zo moeilijk is als de rest. Oh ja, en elke kamer wordt steeds extremer. Dus blijf vooral kijken. Oh, wat is dit? Spannend, man. Auw! In wat heb je hem gevonden? Nou, gewoon op de grond. Het is een soort van kleine sleutel. Oh, ik heb een sleutel. Luzu. Hou joh, hou. Holla, holla. Auw! Ja, ik heb een sleutel! Nee! Hey, yeah. Let's go, baby! Oh, pas op. Ik heb een sleutel! Ja, ik heb er één! We zijn er. Alle spelers waren door, maar vanaf nu valt er elke kamer 1 iemand af. Spelers, voor jullie staan 5 bakken. Jullie mogen allemaal 1 bak kiezen. In elke bak zit een leuke verrassing. En in elke bak ligt een sleutel verstopt. De 4 spelers die als eerste hun sleutel hebben gevonden, gaan door. De laatste valt af. Oh mijn god. Gaat ie. Ik zag die shit al van mij bewegen. Wat? Het is nat. Het gaat allemaal handen. Godverdomme. Nee, ik heb muizen, broer. Ik hoor je denken, wie zijn trouwens deze mensen? Nou, dit zijn 4 gekken die ik zover heb gekregen om mee te doen. Ik ben Boeren Joep. Ik ben 24 jaar. Ik laat je niet rijden op een Ferrari, maar op een echte vent. Olé, ik heb hem gevoeld. Olé. Hoor, ik ben nergens bang voor. Maar ik ben voorzichtig. Ik vind het echt niet chill. Oh, ik voel mijn hart echt in mijn keel kloppen gewoon. Ik ben Lomi, ik ben 20 jaar. Ik ben een meid die best wel veel lef heeft. En dat wil ik laten zien aan mensen, dat meiden ook meer kunnen doen dan mannen. En wat denk jij dat erin zit? Een slang. Ze hebben geen poten, is gewoon raar. Ik heb hem. Heb je hem? Ja, ik heb hem. Ik ben Tom, ik ben 20 jaar. Ik woon in Breda. Nou trouwens, ik woon niet in Breda. Ik kom uit Hoeven. Mijn hobby's zijn sporten en aan auto's en scooters sleutelen. Ik heb al die kakkelakken al op mijn hand gehad, ik zweer het. Ik hou van actie en ik ja, ben eigenlijk denk ik nergens bang voor. Wat de fuck is dat? Het is echt heel vies. Melene Irini, Kimere Kanyagronon, Kimelos in Utrecht. Dit was Grieks. Ik zit in modder. Voor het laatst dat ik heb gekocht was echt een jaar geleden. En dat was gewoon puur te veel drank. Ja, wacht. Ja. Nee, hoe kan dat? Ja! Ik kan niet, man. Hey broer, ik ga naar huis. Dit shit. Nee, is er echt niks in. Ik was aan het zoeken naar die sleutel, maar ik had alle kakkelakken in mijn handen gehad. Uiteindelijk had ik hem toch kunnen vinden. Oh. Ik heb hem. Ik weet wat het is. Ik heb chocola. Fuck, het is een mensen krijgen chocola, broer. Oh, ik heb hem. Dit is chocola, hè? En dan is er nog 1 deelnemer over. Je kan al niet meer door. Ja, maar ik dacht, ik wil hem toch even vinden. Ik had de moeilijkste, dus ik hoop dat de volgende ronde die vogelspin in je nek springt ofzo. Jammer, Eop naar huis. Wow. Ik denk dat hij wel blij is, want de volgende kamer is een stuk heftiger. Oké, je komt inderdaad binnen en dan word je vastgebonden. Dan denk je, misschien moet je iets van een opdracht gaan doen om het slotje los te krijgen of noem maar op. Ik dacht zeg maar, we moeten vastgebonden die chocoladereep helemaal in 1 keer opeten. Spelers, tijd voor een cadeautje. Nee, rot op hoor. Op een gegeven moment zie je die schokbanden aankomen en je denkt, ja. Ik weet wel ongeveer hoe laat het is. Jullie dragen een heerlijke schokband die jullie elke 30 seconden een schok geeft. Over 10 minuten krijgt 1 van jullie de code waarmee je jezelf kan bevrijden. 10 minuten later krijgt de tweede deelnemer een code. 14 minuten later krijgt de derde de code. Degene die als laatste overblijft, valt af. De volgorde wordt compleet random bepaald door middel van dit rad. Maar er is een manier om je code eerder te krijgen. Hoe? Dat vertel ik straks. De tijd gaat nu in. Ik hoor jullie trouwens denken, Calvin, waarom zitten jullie hier te genieten van Milka reep? Milka heeft namelijk een nieuw design. Gaat die goed? Voor mij is niet gelijk niet gegaan. En om dit te vieren hebben ze mij gevraagd. Waarom gaat alleen die van mij? En om dat te vieren hebben ze mij gevraagd om een extreme video te maken. En toen ik thuis zat na te denken over alle extreme dingen die ik kon doen, klikte het ineens in mijn hoofd. Het nieuwe Milka recept is extra romig. Romig. Escape room. Holy shit. Escape room. Auw! Auw!
iemand met twee schroevendraaiers in je arm steekt. Goed, er is een manier om je code ere te krijgen. En dat is door je naam op je lichaam te laten tatoeëren door een tatoeëerder. Als je dit doet, ben je meteen vrij. En dus door naar de volgende kamer. Oh, en het kan zijn dat er één of twee spelfoutjes in je naam zitten. De keuze is aan jullie. Oké, okay, ik ga wel. Ik vind tattoos leuk, dus... Ja, waarom niet? Schijn. Auw! Ah, ah! Jongen, ik zeg van net dat je het gaat doen! Ah! Oké, okay, nou, ga maar zitten dan. Ah! You made it! Cute, hè? Dit is echt wel leuk. We gaan het draaien. Degene die het nu wordt, die is dus vrij. Come on, baby! Spannend! Ja! Ja! Yes! Yes! Ja! Kinders, dat was me waar genoegen. Dankjewel. Ah ja, daar gaan we weer. Jullie zitten naar mij te kijken van alsof ik iets moet doen. Ik heb de regels aan jullie uitgelegd. Ah joh! Ik kan het slotje niet eens draaien als ik de code... Ja. Ja, daar wil ik er ook heen. Ik zal het even uitleggen. Beide kandidaten willen zo graag door naar de volgende ronde dat ze beide een tatoeage willen laten zetten. Maar ja, er moet iemand afvallen. Wie neemt zo groot? Dus heb ik besloten dat degene die de grootste tatoeage wil laten zetten... Wie neemt zo groot? ...doorgaat naar de volgende ronde. Ja. Nee. Eén tattoo is heel groot graag. Hij is echt prachtig. We hebben onwijs van je genoten. Ik heb het naar mijn zin gehad. Ik was eigenlijk nergens bang voor me. Toch voor deze tattoo. Ciao. Real power. Robby, aangezien jij de eerste was die zei, oh, doe mij maar een tattoo, mag jij als eerste een bak kiezen? Hoorde ik voetjes zeg maar lopen. Ik dacht, nou die neem ik sowieso dus niet. Fuck it, 3. Vetbal. Nee, rot op. 2 vetgrote lijpe slangen. Ik piste in mijn broek. Irine, jij mag ook kiezen? De middelste. Nee, ik vond het echt doodseng. Ik heb sinds het begin gezegd dat ik insect echt helemaal niks vind. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil niet opgeven. Spelers, straks gaan jullie met jullie hoofd in de bak. Jullie krijgen dan een kluisje. Hier moet een 4-cijferige code op worden ingevuld. De eerste 2 cijfers zijn bekend, namelijk 0 en 0. Wajo. De overige 2 cijfers moeten jullie raden. De eerste 2 die hun kluisje open hebben gemaakt, gaan door. De laatste valt af. Ik zit erin op een gegeven moment, kijk ik om me heen. Dit is gewoon een en al paniek. Zit iedereen? Oh, dat vind ik echt niet leuk. Ze blijven zitten, ze doen niks en gewoon focussen en zo snel mogelijk die kluis kraken. Oh mijn god. Random alle 2 de ratjes draaien en blijven op het knopje drukken totdat zeg maar het kluisje open viel. Ja! Hoezo heb jij hem al? Ik heb ze. Oh, Romy, ga je lekker? Nee. Zijn ze een beetje actief? Ze zijn vet aan het chillen. Ik heb 3 keer dezelfde opties gedaan, maar hij deed het steeds niet. Ik heb alle codes nu letterlijk geprobeerd. Ja, ik voor mijn gevoel ook. Ja, gewoon zenuwen natuurlijk. Dan ga je verkeerde dingen doen. Ik snap er geen reet van dingen. En op een gegeven moment kwam ik bij 0073 en toen ging je open. Oh god, doei. Nee. Och, wat jammer. Ik lig eruit. Echt heel jammer. Ik baal er zo enorm van dat ik niet naar de finale mag. Echt zo jammer. Oh nee. Het ziet eruit als diner, maar ik had al verwacht dat het niet een heel smakelijk diner ging zijn. De finale. Hoera. Ik ben trots op jullie, maar er is een manier waarop ik nog trotser kan zijn op jullie. Namelijk als jullie de 3 prachtige gerechtjes voor jullie helemaal opeten. Helemaal. Jullie, ben je er klaar voor? Ja. Romy, ben je er klaar voor? Nee. Oké. Okay. 3, 2, 1. Eet smakelijk. Is het serieus? Zit er niet wat in of zo? Je ziet een hele chocoladereep liggen en je denkt, is dit nou een grap? Ja, je ziet het goed. Om de finalisten te belonen krijgen ze van mij eerst een heerlijke reep Milka chocolade. Ja, ik heb net een hele reep op. Maar wat ze niet weten is dat de andere 2 gerechten een stukje minder prettig zijn. Gerechtje nummer 2. The fuck is this? Zwart, glibberig, vies ding. Ik werd echt niet goed. Dit zwarte ei noemen ze een 1000-jarig ei. 100 dagen wordt dit ene ei bewaard in een mengsel van houtskool en ongebluste kalken. Ik hoor dat het fantastisch smaakt. Oh, oh nee, maar dat kan echt niet. Het zag er niet smakelijk uit, het rook niet lekker. Ik dacht, hoe ga ik dit ooit in mijn slot krijgen? Oh, het ruikt echt naar bedorven ei. Ja, dat is het ook. Godverdamme. Ik beet er eerst op en toen merkte ik dat de binnenkant heel zacht was. Ik ging bijna over mijn nek. Oh mijn Jezus Christus, man. Sorry. Mijn maag gaat zelfs slecht door jullie. Oké, okay. Ik neem gewoon een grote hap en dan probeer ik het weg te slikken. Maar ik wist niet wat die binnenkant was. Ik hou wel van. Godverdamme, is het smerig als ik ooit vergeet. Ik hou niet eens van ei. Ik heb gezegd de hele tijd van, je kan ook stoppen, gewoon weet je, gewoon niet eten en weggaan. Maar ja, je komt hier toch voor een reden. Tijdens dat ik aan het eten was en kleine hapjes in mijn mond aan het duwen was, begon ik gewoon steeds vaker te kokhalzen. Zie je, laatste stukje. Ik zag haar gaan en ik dacht, ik kan gewoon niet meer. Romy heeft ei op.
What the f*** is dit? Klein ijzer bakje of zo met een glibberig visje ernaast. Ik ben vegetarisch, hè? Even, en ik moet gewoon een visje choppen. Lekker! Surfstroming! De smaak en geur van deze gefermenteerde vis is zo smerig dat bijna iedereen begint te kotsen. Als je dit aan kan, kan je echt alles hebben. Het stinkt ook f***. Zo, ik kan echt deze geur houden. Holy moly. Ja, het is echt heel erg. Zo. Laten we eerst stilstaan bij het feit dat Romy heeft gewonnen. Romy, ik ben echt super trots op je. Je hebt de eer van de vrouwen hoog gezet en dat was ook mijn doel. Maar ik ben super blij en trots dat jij het hebt gedaan. Dus echt super goed gedaan en gefeliciteerd. Romy, ja. Hoe voel je? Ziek. Meiden kunnen ook dingen doen. Meer dan mannen denken. Bedankt voor het kijken.